Heb je veel over je gezegd? Uiteraard. Uiteraard. Staat er klaar, man. Hoe is je er naartoe gekomen eigenlijk van dat... Wel, ik, als kleine jong stond ik altijd aan de piste, de lustige velodroom. Ah, ja, ja, ja. En zit er dan ook een hoge fiets, maar met echt grote wielen. En ja, ik was daardoor gefascineerd, omdat de eigenaar, zijn vader, de huidige eigenaar, zijn vader, reed dan mee een rondje op de lustige velodroom. En ik was daardoor gefascineerd al jaren. En ineens zag ik op Instagram eigenlijk in Amerika dat er een hype is van zulke tallbikes. Ik heb voordeel daarvan. Heb oh, ja, voordeel? Het is om een beter uitzicht dan niet. Het is eigenlijk meer een beter uitzicht. En ook de kunst van ermee te starten en te stoppen zonder je vast te houden. Ja, stoppen vooral. Allee, ja. Ja, stoppen is... Starten kun je nog zeggen, van, ik ga dat op veilige plekken doen of niet. Ja, ja. Ja, maar het is, je moet vlug anticiperen eigenlijk. Ja. En ook een beetje... Maar de auto's geven me meestal voorrang. Dat is wel een pluspunt. Deze wacht is. Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Is dat? Ja. Op een zomerse windluwe dag. Ja. Windluwe dag? Wel, door de hoogte is die toch wel onderhevig aan wat rukwinden. Hé. En moet je toch wel een beetje moet je inschatten wat hij doet. Je hebt een fascinatie voor velo's. Hé? Absoluut, ja. Dat mag je wel zeggen. De eerste keer dat ik u tegenkwam? Ja. Word je op weg met een elliptico? He? Inderdaad. Doe dat inderdaad. Ja, absoluut. Yeah. Maar de vrouw is er nu mee weg. En ze is nog eens een hem ermee. Ah, ja. Ze doet dat ook? Ja. Yeah. Dus dat is eigenlijk een... ja, alles met wielen. Yeah. Het is een vriend van mij die hem eigenlijk gemaakt had naar mijn ontwerp. Ah, het is mijn Amerikaans, dus even Nee, het is echt hier in België gemaakt. Yeah. En een vriend van mij in Beernem heeft hem gelost. Het is eigenlijk van drie fietsen dat we één fiets gemaakt hebben. En hij is ook, wat dat er een pluspunt is, hij is deelbaar. Kijk, je kan in twee stukken. En zo kan je hem ook in de wagen steken. Hè. En het is eigenlijk ook naar aanleiding van de Hoge Bi, een van de eerste fietsen, BI. Ja, wordt nog altijd gemaakt in Tsjechië bijvoorbeeld. Ja? Ja, maar de Hoge Bi zat niet zo hoog. Deze is iets hoger. Jij nog een hogere bi. Deze is nog een hogere. Maar de hoge bi had een groot voorwiel en een klein achterwiel. Waarom zie je hier toch voor gewone wielen gaan? Allee, voor... Dat is een courantenmaat, dat is 27,5 inch. En dat is, ja, zulke grote wielen vind je niet meer zo, like vroeger. Ja, ja, ja. Plus die waren ook meestal in hout of beslegen met ijzer, met staal. En dat loopt zeer hard. Ja, ja, ja. Zoals de fiets op de piste is ook met ijzer van mijn vriend Thierry Monbalieu. Ja, 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 ja. Ga je daar soms gaan rijden? Ik heb daar al gereden, inderdaad, op de velodroom. Kun je daar op alle modellen rijden? Niet alle modellen. Ja, want maar daar is het de meeste, ene kant van en ja, de meeste wel. Ik kan ook mijn hang, moet ik hebben. Mijn hang is van een beetje komen. Ah, ja. Mijn hang is eigenlijk bezet met de planken van de lustige velodroom. Kijk, dat zijn de originele planken van de lustige velodroom die ik geschaafd heb en dan geschuurd en dan aan de muur gezet heb. De laatste ronde nog één rondje hier op de velodroom, laatste ronde. Dat zijn de die wat Eddy Merckx hebt gereden. Uiteraard. Dus Eddy Merckx, dus dat was, als hij 6 jaar was, kwam hij met zijn
met zijn roodouders en kwam hij altijd naar de piste. En dat stond dan een keer in de gazet, hij mee naar de hekkenpiste van Blankmerre. Dus dat is toch een machtige anekdote en ja. Ik zit er wel fier op natuurlijk. Ja. Dus ja, de plustige velodroom zal altijd in Blankenberge blijven, he. Ook al wordt die verkocht. Ik heb hier een aandenken aan de lustige velodroom. Tim, hoe oud zie je nu? 54. Hoe lang ga je dat nog hebben? Oh, tot zo lang mogelijk, hoop ik. Het is ook om lenig te blijven. De bedoeling. Ja, we gaan eens proberen. Dus de pedalen moet juist staan? Ja, ik zet hem graag zo, dan is het niet te hoog om op te stappen. Hè. Eerst zet je deze voet op die pedaal en dan gooi je je been erover terwijl je al snelheid hebt. Hè. Ik dacht hij een rode velo. Hoe lang heet die nu? Nu ongeveer een jaar en een half. Het is nog zo recent, ja, ja, absoluut. Yeah. Ja. Want in het begin zijn er toch een paar kinderziekten geweest en die zijn er nu allemaal uit. Het is omdat het ook iets nieuws was voor mij, met die kettingen en delen van het frame en zo. Ja, ja. Maar dat is een deel van het project. He. Ja. De kinderziekten oplossen. Mooi geest is hè? Ja, het is leuk. Oh. Hoe is het al boven? Oh, het is niet warm. En in de zomer of in het najaar, als de maïs zo hoog staat, dan kan je er lekker boven kijken. He. Heeft een speciaal gevoel. Ja. Ja, de hoge overzicht. Ja. Ik kan ja. Ook over de haven kijken. Heb je er nog niet mee gevallen, maar geen accident gehad? Ik heb er één keer mee gevallen. Omdat de stuurpen hier afgebroken was. Doordat ik kon een beetje naar boven rijden, verloor hij in snelheid en heb ik hem kunnen lichtjes kantelen. Maar het is eigenlijk fantastisch goed meegevallen. In het begin was het wel schrikken, ja. Omdat je ineens het stuur in de handen had, doordat de stuurpen gebroken was. Hè. Ja. Het is natuurlijk niet ideaal in de stad. Je kijkt altijd waar zijn er verkeersborden waar ik me kan aan vasthouden als ik moet stoppen. Hè. Of de verkeerslichten kan ik me ook aan vasthouden tot als het groen is. En dan vertrek ik terug. Hè. Rustig houden. Nee, maar je kan er wel snel mee rijden. Je kan dat alleen maar in de polders doen. Eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja. Er zitten ook wel vitesnep en zo. Inderdaad. Ja. Er zitten 7-8 versnellingen op. Dus, ja. 2x8. Heb je op politie tegengekomen? Ja, inderdaad. Hoe reageerden die daarop? Ja, wel, er waren twee dames en die in de politiecombi. En die hebben zelfs een toertje gemaakt en dan achter me gereden om het te filmen. Er zit een attractie, de meesten kijken nog. Ja, maar ik vind het ook wel leuk als je mensen, dan, als ze die fiets zien, dan glimlachen ze meestal of breng ik een deel vrolijkheid in de wereld. Ja.
Ja, is... In deze sombere tijden. Ja. Het had ook een psychologische functie. Er was veel animo, hè? Ja. Ah, super! Ja. U ziet, de mensen worden heel enthousiast als ze die fietsen. Dat is eigenlijk fantastisch wat dat teweeg brengt. Ja. Dat vind ik ook zo leuk. Hè. Dus het is eigenlijk dubbel geluk voor u? Absoluut. Het, is, het heeft een vreugde. Ja. Het is, ja, het is fantastisch. De krant van West-Vlaanderen. Jij maakt het nieuws.